Oké, nu zal ik het hebben over een reflector, dus een spiegelkijker, of een refractor, een lenzenkijker. Even zien. Hier zien we verschillende telescopen, zowel reflectors als refractors. Hier zien we mooi het verschil tussen een lenzenkijker, refractor ook genaamd, en een spiegelkijker, reflector ook genaamd. We hebben hier ook nog twee spiegelkijkers. Bij een lenzenkijker komt het licht door de lens naar de brandpunt via een vangspiegel, gaat hij zo naar buiten, waar we het oculair plaatsen, die eigenlijk ook een lens is. Het licht komt de buis binnen, valt op een parabolische spiegel die het licht terugplinkt hier op de vangspiegel en zo naar buiten in het oculair. Dit is een kuttertelescoop, wordt heel weinig gebruikt en is ook niet zo gemakkelijk om te maken. Het licht komt op de hoofdspiegel, hier. Het licht wordt teruggekaatst op deze spiegel en gaat zo naar buiten via de vangspiegel. Het meest moderne is deze. Dit is ook een spiegelkijker. De spiegel zit hier. Dus het licht komt binnen, wordt teruggebracht op die spiegel en gaat zo naar buiten via een vangspiegel naar het oculair. Zoals reeds gezegd, het licht komt door de grote lens, gaat zo in de buis en komt hier achteraan de kijker. Als we daarin een kleine lens steken, een oculair, dan krijgen we een vergroting. Want de brandpuntsafstand van de grote lens gedeeld door de brandpuntsafstand van de kleine lens, dat geeft een vergroting. Dit is natuurlijk ook een kleine refractor, dus een kleine lenzenkijker die we gebruiken als zoeker. Hetzelfde is met een verrekijker. Het licht valt door de twee lenzen, komt hier van achter en hier zitten prisma's in die het beeld naar de oculaire brengen en die terzelfde tijd het beeld recht trekken zodat we een normaal beeld krijgen. Want via een lenzenkijker of een spiegelkijker is het beeld altijd omgedraaid. Hier zien we een kleine reflector of spiegelkijker. En daar zien we een grote. Zoals we konden zien op de tekening, het licht komt hier achteraan op een parabolische spiegel. Het licht wordt weerkaatst en komt hier op de vangspiegel. Die het licht zo naar buiten brengt, hier in de oculair houden, waar we een oculair plaatsen. En dan volgens de oculair krijgen we een vergroting. Dus achteraan de spiegel, hier de vangspiegel. En zoals je kan zien, brengt hij het licht naar buiten in het oculair. Hier zien we zo een toestel. Deze is van het merk Meade. Het is een 35 cm spiegel met een brandpuntsafstand van 3,5 meter. Ondanks het feit dat de brandpuntsafstand 3,5 meter is, is het toch een hele korte buis. Dit komt door de lens vooraan.